Ik ben hier met Anne, een trouwe lezeres van het Delhaize magazine. En wij zijn hier in het atelier van Pain et Tradition in Luxemburg. En wij gaan op ontdekking hoe het komt dat het biobrood van hier zo lekker is. Het begint allemaal met het kwaliteitsgraan van bioboeren uit de Elzas. Een streek in Frankrijk met een topklimaat voor granen. Jean Kircher, broodfilosoof en bezieler van Pain et Tradition, komt regelmatig een kijkje nemen. Want enkele kilometers verderop beheert hij deze graanmolen, die sinds 1760 eigendom is van de familie Kircher. Het biograan wordt op de meest traditionele wijze gemalen tot verschillende soorten bloem. En dan moet het echte werk nog beginnen. Na een intense kneedpartij volgt er een eerste lange fermentatie aan 23-24 graden, waarbij het deeg elk uur manueel wordt verlucht. Het is dat proces dat voor extra smaak en aroma zorgt. Uiteindelijk wordt dan met de hand het brood gevormd, zodat het na een tweede kortere fermentatie de oven in mag. Deze ouderwetse methode duurt heel lang, maar het resultaat is zoveel beter. Smaakversterkers of bewaarmiddelen komen er zelfs niet aan te pas. Het resultaat is een lekker brood met een krokante korst, een zachte kruimel en een lange houdbaarheid. Dit speldbrood met pompoenpitten van Pain et Tradition is het favoriete brood van Anne om haar verloren brood met Griekse yoghurt en vijgen te maken. Lees haar receptje op delhaize.be.